Hey, Kerstnik ben je game. Welkom bij een nieuwe episode van de Minecraft Let's Build. En ja, ik wil vandaag meteen even beginnen met een suggestie. Ik heb een reactie gekregen van Marijn van Heek. En hij zei, doe even de game rule. Doe tile drops. Die gaan we even op val zetten. Want dat gaat ervoor zorgen dat het gras geen seeds meer zal droppen. En dat zullen we nu nog niet echt zien. Want ja, de kans op seeds is natuurlijk ook wel een beetje klein. Het had ook gekund dat we zonder dat we die game rule uit hadden, in die periode geen seeds hadden gekregen of zo. Maar ja, dus als het goed is, zou het gewoon moeten werken. Want ja, je hebt die tile drops in creative mode natuurlijk ook helemaal niet nodig. Kijk, in survival wil je natuurlijk blokjes krijgen als je ze mined. En nu krijg je dat niet. Maar het is creative mode, dus dat maakt helemaal niks uit. Maar goede suggestie van Marijn van Heek. Ik ga de tijd even op 6000 zetten, dan is het nog net iets helderder. Ik geloof niet dat het echt veel uitmaakt, maar ja, gewoon even voor de zekerheid. En is er nog iets. We hebben, kijk, ik heb dus in de vorige episode wat met redstone gedaan, met command blocks. En dat, kijk, ik vind het leuk, maar het is maar de vraag of jullie het ook leuk vinden. En ik heb dus twee reacties daarover gekregen. Ik heb niet echt per se om mijn mening gevraagd, denk ik, ofwel, ik weet het zeker. Maar ik heb in ieder geval twee reacties over gekregen. Eentje die het leuk vond, de redstone. En zei van, doe meer redstone. En iemand anders zei saai. Dus dan, het is denk ik, ik heb nu natuurlijk twee reacties. Dus dat is niet echt genoeg om echt een oordeel erover te hebben. Maar ik denk dat het wel altijd zal zijn dat er een paar mensen zullen zijn die het saai vinden. En een paar mensen zullen zijn die het leuk vinden. En ook een paar mensen die het niet echt super saai, niet echt super leuk vinden. Dus ja, ik weet niet echt zeker of ik hoeveel redstone ik ga doen in de toekomst in deze serie. Maar vandaag, ik heb een idee voor vandaag. En omdat het bijna Pasen is, wil ik wat gaan doen met paassnoep. En dat lijkt me denk ik wel leuk, om misschien van elke feestdag wat snoep te hebben. Of in ieder geval iets te maken. Want kijk, dit is natuurlijk een snoepzat. En ik vind feestdagen, zeg maar, het klinkt misschien een beetje vreemd als je erover nadenkt. Maar bij bijvoorbeeld, kijk, als ik speculaas eet, dan denk ik zo ongeveer meteen aan Sinterklaas, zeg maar, aan die tijd. Ik weet niet of jullie dat ook hebben. En bijvoorbeeld bij paaseitjes en zo denk je natuurlijk meteen aan Pasen. Dus dat is wel echt iets wat er echt heel erg bij past. Want natuurlijk, je eet ook niet echt superveel speculaas, zeg maar, als het geen Sinterklaas is. Nou ja, tenminste ik. Dat kan natuurlijk voor iedereen verschillen. Dus ik vind, zeg maar, dat snoep en zo is wel echt iets wat bij een feestdag hoort. Vaak. In ieder geval bij sommige feestdagen. Oké, ik pak even wat dirt om dit op te vullen. En dus daarom wil ik ook, omdat het bijna Pasen is, misschien als jij deze video kijkt, is het misschien wel Pasen. Ligt natuurlijk echt helemaal aan wanneer je het kijkt. Oké, dat hoeft niet. Ja, het kan er gewoon een beetje zo onder. Misschien 3 breed. En dan, ja, ik probeer het land een beetje wat handiger te maken. En dan komt hier nog een pad op. Gaat hier denk ik een beetje naar beneden. Ik wil hier dus wat paaseitjes gaan maken. Dat is niet echt super interessant, denk ik. Want dat wordt alleen maar lastig om te maken, zeg maar. Als je het op kleine schaal probeert te doen, dan kan je het nooit echt rond maken. Maar ik wil wel proberen een paasas te maken. En dan, dit is natuurlijk een snoepzat, dus dan zou je denken aan een chocoladepaasas. Dus we gaan bruine steenklee gebruiken, denk ik. Steenklee. Oké, dus dat komt in de buurt, van chocola. Even kijken, dat is misschien te donker. Dan heb je wel heel erg puur. Maar het is misschien, wat zouden we doen? Misschien een combinatie van die twee, dat weet ik niet zeker. En het is, we gaan natuurlijk geen paasas maken die gewoon helemaal bruin is. Dat lijkt me een beetje een saai project. Dus we gaan hem wel aankleden, zeg maar. Laten we hem een strikje geven van wol of zo. Of misschien iets anders. En waarschijnlijk ook kleren. En misschien een mandje of zo met paaseieren. Maar weet je, ik weet nog helemaal niet hoe dit eruit gaat zien. Want ik heb nog nooit een paasas gebouwd in Minecraft. Is ook niet echt wat je elke dag. Is ook niet echt iets wat je elke dag doet. Een paasas bouwen. Dus ja, we zullen zien. En dus die kleuren. Ja, je kan dus, zeg maar, puur of melk kiezen. Of misschien kunnen we een combinatie maken. Zoals ik zei, dat je misschien, even kijken, dat je bijvoorbeeld sommige plekken die in de schaduw liggen, om het zo maar te zeggen, die donkerder horen te zijn, kan je wat meer variatie
in laten zien, zeg maar. Laten we even zo beginnen met de voeten. Het wordt eentje die rechtop staat. Lijkt me handig. Maar ja, en dan... het wordt eigenlijk meteen al moeilijk. Want ik wil waarschijnlijk niet van die... Wauw, dit ziet er meteen echt niet goed uit. Gewoon niet gezond. Ik wil natuurlijk niet van die dunne beentjes. Maar het wordt denk ik ook al snel te dik. Oké, dat gaat misschien wel. Zeg maar, die vorm van die voeten heb ik het over. Maar hoe gaan de benen verder? En het wordt misschien ook wat met een beetje random. Even kijken. Ja, ik weet niet zeker. Misschien moeten we het ook gewoon op een grotere schaal doen. Dan wordt het misschien ook wel beter. Dit is misschien wel oké. Het is een beetje dik, maar... Wacht, laten we ze wat dichter bij elkaar doen. Kijk, dat gaat daar. Zo. En... Even kijken. Hier hebben we dit. En dan zo. Deze laag kan helemaal weg. Dat is misschien niets. Ik vind deze benen nog steeds een beetje groot. Maar kijk, als je dan één blokje kleiner doet... is het dan is het weer zo... dan is het weer zo... zo smal, zeg maar. Tja. En ik denk eigenlijk dat het niet zo'n goede plek is. Want hier hebben we weinig ruimte, zeg maar. Want ik wil ook nog wat met paaseieren doen waarschijnlijk. In een mandje of zo. En dan is het hier een beetje krap. En we zitten hier ook net tussen twee thema's. En lijkt me niet al te handig om drie thema's allemaal op elkaar te proppen. Dus ik ga denk ik even van deze kant bouwen. Ook even iets aan het terrein doen. Even wat bomen en die paddenstoelen weghalen. Ja, dat lijkt me dus beter. Want ja, zoveel thema's bij elkaar is misschien niet zo goed. En ja, dan ben ik zo weer terug als we weer wat vooruitgang kunnen maken. Weet je wat, ik denk toch dat het beter is om die beentjes wat dunner te maken. Want ik vond ze gewoon echt veel te dik lijken toen ze twee blokjes dik waren. Dus ja, ik zit nu aan de andere kant, dus hier komt het paardje nog een klein stukje. En ik dacht eraan om hier een soort van huisjes van te maken. Maar als die benen dan weer dunner zijn, dan kan dat natuurlijk... Dan kan je niet echt... Nou, je zou een ladder aan de buitenkant kunnen doen. Maar als ze dikker waren, zou je natuurlijk iets aan de binnenkant kunnen doen. Dat was misschien wel handig. Ja, laten we gewoon even dit proberen. En dan... Ja, hoe zou die uitzien? Het lijkt me dat hij een broek aan heeft. Dus misschien steenklee of zo. Of wol. Laten we groen proberen misschien. Misschien niet echt... Misschien meer een korte broek of zo. Ja, kijk, ik weet het niet zeker. Hoe ziet een Pasa chocoladepop eruit? Dus ik weet niet zeker of dit ook te ver naar voren gaat of... Even kijken, misschien kunnen we... Ja, dat is misschien iets. Dat is misschien... even kijken. Laat het even proberen. En moeten ze misschien verder uit elkaar of... Nou, dat waarschijnlijk niet. Oké, dus dan heb je hier de broek en dan... misschien kunnen we een soort van beetje de vorm maken. Oké, dan komt hier zijn... buik en die is denk ik wel wat dikker, anders heb je weinig chocola. Misschien nog dikker. En dan de armen. Ja, kijk, ik weet niet zeker of dit iets wordt. Misschien haal ik het uiteindelijk wel gewoon weg. Omdat het niet echt niet echt mooi is. Oké, ja, dat is misschien wel oké. Ja, oké. En ik denk dat het zeg maar makkelijker is als ik eerst het lichaam heb en dat ik daarna kleren eroverheen doe. Zeg maar, ja, want anders zit ik maar kleren uit dus niets te bedenken of zo. En misschien is wol ook eigenlijk beter voor de kleren. Dat denk ik eigenlijk. Wol. Misschien deze wol of die andere misschien voor de broek. Dit het is wel een beetje donker. Misschien is het beter om een vrolijke kleur te hebben. Oké, zo. En dan het shirt even kijken. Misschien hoeven de kleren ook wel helemaal niet zeg maar zo uit te laten steken. Zoals hier bij die broek. Want dat is misschien gewoon een beetje te veel. Laten we dat even proberen. Dus als we het gewoon zo hebben. En dan ja, eindigt het hier ergens, denk ik. Ja, wauw. Nee, dit gaat niet zo goed. Dit gaat echt niet goed. Nee. Oké, weet je, dit lijkt echt nergens op. Echt helemaal nergens op. Die broek moet denk ik toch wel zo, anders ja, lijkt het nergens op. Nee. Nee, echt niet. Nee, dit wordt denk ik echht helemaal niks. Misschien ga ik off-camera nog wat proberen. En anders laat ik dit project gewoon. Want het ziet er echt niet uit. Nee. Oké, dit is sowieso het lelijkste wat ik ooit in deze Let's Build heb gebouwd. Dit wordt echt helemaal niks. Op grotere schaal zou het misschien nog wel kunnen. Maar ik ben sowieso ook niet echt goed in dit soort
ja, soort van pixel art dingen. Dus ik ga iets anders bedenken. Misschien kunnen we nog iets met Pasen doen. Een mandje paaseieren of zo. Ook al weet ik niet of dat echt zou lukken. Maar laten we het even proberen. Dus ik pak even wat stained clay. Of misschien gewoon hout. Weet je wel, een beetje die kleur van zo'n zo'n mandje. Met paaseieren. Dus misschien, misschien gewoon ook wood planks. En dan... oh ja, dan heb je misschien ook zo'n... kijk, zo'n soort van lapje erin, zeg maar. Zo'n doekje misschien. Ja, alleen gaat dit dan wel lukken? Even kijken, ik ga maar gewoon even wat proberen. Even kijken. Zo. Dat lijkt me misschien wel een goede vorm. En nee, ik denk... Oh, wacht, natuurlijk fences, hè. Want het is een beetje zo'n vlechtwerk, zeg maar. Het is niet gewoon allemaal van stro of zo. Kijk, misschien zoiets. Ja, ik denk dat dit ook niks wordt. Misschien kunnen we het hele paasgedoe wel schrappen in deze lesbeeld in ieder geval. Want het wordt denk ik niks. Nee, nee, oké, in ieder geval geen mandje. Misschien nog, zeg maar, paaseieren los. Maar ja, ik denk dat ik liever nu gewoon even met een ander thema bezig ga. Want dit werkt gewoon echt niet. Dus ik heb wel een klein ideetje, zeg maar voor een muffin, die best wel groot zal zijn. Even kijken, ik ga waarschijnlijk, white stained clay, want dat is misschien een beetje de kleur van het papiertje. Of gewoon helemaal wit, want dit is meer een beetje huidskleurig. Dus ik kan ook gewoon witte wol gebruiken ofzo, of quartz misschien. Ja, dat is misschien beter. Want het is misschien niet helemaal wit. En dit is ook niet helemaal wit, maar het is toch niet echt deze wit, zeg maar. Dus laten we even quartz gebruiken. Misschien kunnen we nog wat met pitters doen, maar ik weet niet zeker. Dus de basis wordt natuurlijk gewoon een rondje. En het gaat een beetje, zeg maar... Het gaat een beetje naar de zijkant, zeg maar, bij muffin. Weet je wel, de onderkant is iets kleiner dan de bovenkant. Dus daar moeten we ook nog even rekening mee houden. En dit wordt waarschijnlijk ook nog een huisje, want we hebben... Ja, want het is natuurlijk wel een stad, dus er moeten ook mensen kunnen wonen. We hebben nog niet echt veel plekken waar mensen kunnen wonen. Oké, dus laten we even kijken. 1, 1, 2, 3, 1, 1, 2, 3, 1. Oké, misschien zoiets. Even kijken. Dat is een beetje klein eigenlijk. Ik wil nog wel groter eigenlijk, maar... even kijken, misschien met 4 blokjes. Misschien is dat niet zo'n handig getal. Misschien wel. Dat lijkt me wel beter. En het is denk ik wel oké. Meestal is het handig om met oneven getallen te werken. Zoals 3, 5 of 7. Weet je wel. Want dan heb je een duidelijk midden. Maar ik denk dat het bij een muffin niet echt nodig is. Oké, dus dat ziet er wel oké uit. En gaan we nu al naar buiten? Of komt dat later pas? Want we gaan natuurlijk op een gegeven moment naar buiten. Even kijken hoe dit eruit zou zien als je hier naar buiten zou gaan. Ja, dat is denk ik een beetje laag. En quartz, het is natuurlijk niet echt de goede texture. Dus misschien willen we uiteindelijk toch wol. Want ja, dit ziet er echt uit als iets heel erg hard. Zoals quartz natuurlijk. Maar ja, en het papiertje op mijn muffin is natuurlijk niet hard. Ja, dus wat gaan we daarmee doen? Oké, ik probeer hier nog even een laag bij te maken. Zo. En... Kijk, als we dat nog wat hoger doen. En dan komt hier waarschijnlijk dan ook wel ongeveer de top. En weet je, kijk, ik mag het niet echt dat de vorm van de cirkel nu meer een... even kijken, een achthoek wordt, geloof ik. Ja, achthoek. In ieder geval niet echt meer een cirkel. Dus eigenlijk moeten we misschien... Ja, we moeten meer zoiets doen. En dan... Even kijken. Daar misschien. Misschien niet, misschien wel. Ja, misschien dus daar nog. Ja, ik weet niet zeker of ik die ga toevoegen. Misschien... Oh ja, dat kan misschien. Ja, ik wil dat het wat geleidelijker gaat. En dan hier ook misschien wat weghalen. Dat het hier nog wat meer naar binnen gaat. Of is dat te veel? Nou, dat is misschien te veel. Oké, maar ik ga dus nu heel even deze laag afmaken. En dan kijken hoe het eruit ziet. Oké, dus dit lijkt me wel iets. Lijkt me denk ik wel een goede vorm. Dus we gaan nu de cake zelf, zeg maar, doen. Dus misschien met hout als, zeg maar, kleur van de cake. Net zoals hier bij deze roze koek. Dus dat kunnen we proberen. En we kunnen er ook nog dingetjes in doen. Zoals
chocola of zo. Dan doen we dan waarschijnlijk hardened clay. Maar kijk, gaan we het zo doen? Of misschien kunnen we net zoals dit doen, dat we het af en toe nog een beetje naar buiten laten komen. Want het is natuurlijk niet echt een regelmatige vorm of zo. Dus ja, misschien zoiets. Ik probeer nu gewoon even iets heel randoms. Misschien te random, weet je wel. Moet natuurlijk nog wel een beetje de vorm van een cirkel hebben, anders lijkt het natuurlijk helemaal nergens op. Oké, zoiets. En ja, dat is misschien een beetje te rommelig. Maar kijk, als je bij die kleine puntjes nog wat bij doet, wordt het al snel minder rommelig. Dus misschien gewoon dit wat langer maken. Dat gaat allemaal wel. Ja, dat is wel oké, denk ik. En ja, dat kan misschien ook nog wat minder rommelig gemaakt worden. Dus ja, dan hebben we hier een beetje de basis. En dan gaan we hier natuurlijk een bol van maken. Dus waarschijnlijk komt vrijwel overal nog een beetje een laag erop. Want het is niet zeg maar dat het opeens dan rechter wordt. Het gaat zeg maar meer zo. Dus dan maak ik ook eerst even een laag. Maar het blijft wel een beetje onregelmatig. Zeg maar. Dus even proberen. Ja, het zou dus kunnen dat dit ook niks wordt. Het is een beetje... Ik ben niet echt goed in dingen namaken, zou ik zeggen. Van, ja, snoep en zo. Tja, dus... Het is misschien niet echt het project voor mij. Maar dat is wel oké. In ieder geval van deze kant. En dat is een belangrijke kant, want daar is het plein. En dat is eigenlijk ook wel goed. Ja, ik zie het nu een beetje voor me hoe het zou zijn als je dit eenmaal door laat gaan. Dus even kijken, zo misschien. En op sommige lagen blijven nog zeg maar op hetzelfde niveau. Het gaat niet overal op hetzelfde moment naar binnen. Maar het wordt ongeveer zoals dit, zou ik zeggen. Zeg ik vaak, zou ik zeggen. Deze video. Soms is dat moeilijk om zelf zeg maar bij te houden. Merk je soms niet echt altijd. Oké, dus dit is misschien wel leuk. En dan moeten we nu toch wel echt naar binnen op plekken zoals deze. Want anders gaat die vorm van die cirkel helemaal weg. En ja, nu komen we ook op het punt dat we misschien op sommige plekken twee, misschien zelfs nog meer blokjes tegelijkertijd naar binnen moeten gaan. Dus hier hebben we twee blokjes zeg maar. Misschien is het te veel, misschien niet. Want we komen nu zeg maar al steeds meer naar het... steeds meer naar binnen, zeg maar. Dat lijkt me wel een goede vorm. En dat steekt een beetje vreemd uit misschien. Ik denk dat het misschien iets beter wordt door zo te doen. Of niet? Nee, niet echt. Ik doe het wel even terug. Oké. En hier komt misschien... Even kijken, ik denk dat we nog wel iets hoger zullen gaan dan dit. Ik maak het even dicht en dan kijk ik even hoe dat eruit ziet. Dat is waarschijnlijk veel te plat. Lijkt het net een beetje afgezaagd. Dat valt eigenlijk wel mee. Het valt wel mee, maar misschien is het toch beter om nog iets toe te voegen. Zou het wel heel klein zijn, want je gaat hier natuurlijk met twee stappen tegelijk, zeg maar, naar binnen. Omdat je al helemaal boven bent. En dit is natuurlijk een bol. Is dat beter? Ja, misschien wel. Maar het kan zijn dat de vorm hierdoor te puntig wordt. Maar ik denk dat het al te belangrijk is. Laten we nu de chocola gaan doen. Dus misschien obsidian lijkt me niet echt een goede kleur. Dat is een beetje blauwpaarsig en dat is chocola helemaal niet. Zei ik blauwpaarsig? Ik bedoel natuurlijk zwartpaarsig. Zwarte wol misschien, dat is misschien te donker. Blackstained clay lijkt me een goede kleur. Want ja, chocola is meestal niet echt zwart. Tenzij je echt een heleboel cacao erin hebt. En dat heb je natuurlijk meestal niet. Zeker niet op een muffin. Dus ja, dit voegt zeker wel iets toe. Want nu is het tenminste geen saaie... muffin meer die eigenlijk alleen maar cake is. Dus dit is misschien wel leuk. Kijk, misschien doe ik er een beetje zeg maar ongelijk hoeveelheid. Nou, dat is nog wel oké. Dus met kleine stukjes chocola's dit. En misschien kunnen we nog wat toevoegen. En nog wat andere kleuren misschien. Of misschien wat zouden we er nog meer bij kunnen doen? We gaan in ieder geval nog een beetje het interieur doen. Ik weet niet zeker in hoeverre dat muffin gaat worden, zeg maar. Gaan we ook echt de binnenkant helemaal muffin maken. Alsof het vanaf de binnenkant is opgegeten, zo ongeveer. Dat weet ik dus niet zeker. Even kijken. Dat is misschien... Nou, die zijn een beetje dicht bij elkaar misschien. Meer zoiets. En dan... Ja, jullie weten hoe ik ben. Dan ga ik weer heel lang nadenken over waar de random... stukjes moeten. Dus even kijken van een afstandje. Ja, dat is wel oké. Ze zijn wel een beetje groot misschien. Een beetje grote stukjes, maar het gaat denk ik wel. En
Ja, ik zei dus dat we waarschijnlijk geen probleem zouden hebben met een even getal. Maar ik wil natuurlijk een deur en die komt nu niet in het midden. Maar ik maak wel een dubbele deur. Misschien kunnen we hier een soort winkel van maken. Dan is het logisch dat hij een dubbele deur heeft. Daar moeten natuurlijk meer mensen in. En als we hier aan de binnenkant gaan beginnen, wil ik natuurlijk ook hier alles wat netter maken. Ik geloof dat dat helemaal niet nodig is, bijvoorbeeld. Ja. Dus ja, kijk wat we hiermee gaan doen. Oké, dus ik heb besloten om hier een bakkerij van te maken. Dat is denk ik wel passend bij een muffin. En dat past natuurlijk ook wel goed bij een snoepstad. Misschien kunnen we daar ook nog ramen in maken. Misschien van een bepaalde kleur. Even kijken, stained glas. Dan komt er ook wat meer licht naar binnen. Dat is misschien wel handig. Ik denk glass panes. En wat voor kleur zouden we doen? Misschien bruin. Dan past het een beetje bij de kleur van de cake. Maar ik weet niet zeker. Wow, dat zie je echt bijna niet in je inventory. Waarschijnlijk ook nog slechter als je boven de deur gaat staan of zo. Ja, dat is best wel vaag. Dat is ook met bijvoorbeeld light gray stained glass, geloof ik. Ja, die kleur is denk ik wel oké. Het is niet dat je het echt heel erg gaat zien vanaf de buitenkant. Hier vanaf de binnenkant wel. Woeps, mijn muis reageert even niet meer. Ja, ik heb altijd problemen met deze muis. Ik moet echt een keer nieuw kijken. Maar steeds als ik denk van... kijk, soms valt hij gewoon weg, zeg maar. Kan ik het niet meer bewegen. Weet je wel, het is een draadloze muis met hele slechte ontvangst. Dan denk ik, oké, ik moet echt een keer een nieuwe kopen. En gewoon op het moment dat ik dat denk, dan doet hij het gewoon weer, weet je wel. Maar ja, ik moet gewoon wel een keer een nieuwe kopen. Dus ik ben van plan om 2 verdiepingen te maken, zeg maar, bij deze bakker. Het is misschien een beetje vreemd bij een bakker, maar... Kijk, het zou zonde zijn om deze ruimte hier niet te gebruiken. En ik denk dat ik eigenlijk de vorm gewoon hetzelfde ga houden. Alleen met een paar kleine dingetjes zoals hier. Gewoon even dat je niet allemaal van die random plekjes hebt. Zeg maar, kijk, als je hier... ik vind het zeg maar te random als je gewoon... Zoals net dat je gewoon 1 klein blokje hebt, zeg maar, wat daar maar zit. Dat vind ik nergens op staan. Maar als je gewoon meerdere blokjes naast elkaar hebt... Dat het nog wel een beetje geleidelijk loopt en zo. Dan is het nog wel oké. Dus we willen hier een toonbank en die is waarschijnlijk van hout, denk ik. Even kijken, kunnen we dit succesvol doen? Even kijken, dit is denk ik wat ik wil. En dan gaan we zo, dit is misschien een beetje een grote toonbank. Even kijken, kunnen we dit, gaat dit lukken? Even een wat moeilijkere plaatsing van een... ster. Dus dat is misschien wel een goede toonbank. We moeten natuurlijk ook nog ergens een trap hebben. Kijk, dus misschien is het een beetje groot. Ja, ik denk dat het een beetje groot is. Het is helemaal niet nodig om het zo groot te hebben. Oké, zo misschien. Of misschien nog kleiner. Nou ja, ik ga het zo even houden. En dan pak ik ook even een trapdoor. Weet je wat, dan heb je zo'n klein dingetje waar personeel door kan komen. Want anders kan je natuurlijk niet echt naar binnen komen. Nou ja, je kan hier ook overheen springen. Maar dat lijkt me niet echt super handig. En hoe gaan we de vloer maken? Ik denk dat we zo'n om en om patroontje gaan doen. Misschien met deze blokken zelfs. Of misschien in ieder geval met 1 hiervan. Die kleur is wel oké. Maar het geeft niet echt zeg maar, het warme gevoel van een bakker, weet je wel. Dit grijze steen. Het is trouwens wel een heel goed blokje voor een vloer. Misschien sandstone. Weet je wel, deze terser lijkt me niet echt goed. Want dan daarbij denk ik ook niet echt aan een bakkerij. Maar misschien gewoon deze kleur, weet je wel. Gewoon een beetje een neutrale vloer. Niet echt heel veel speciaals eraan. En ook niet echt... Ja, de vloer is dan niet echt heel speciaal. Maar het is dan in ieder geval niet zo grijs en grauw als die andesite. Want dat kan natuurlijk wel heel goed zijn. Maar ik denk niet dat het handig is voor dit gebouwtje. Dus misschien dan nog een patroon erin. En ik denk dat de bovenkant van Sensor in ieder geval best goed past bij de... texture van stained clay, want het zijn allebei een beetje effen textures, weet je wel. Er gebeurt niet echt super veel. Dus ja, dit mag ik wel. Dus we hebben hier nu zo'n schaakbordpatroontje, zodat het een beetje om en om gaat. En even kijken, we pakken even een deur en dan typ ik het weer in het Nederlands, omdat ik het in het Nederlands zeg op hetzelfde moment. En die deur gaan we waarschijnlijk zo doen. En dan komen hier nog een paar blokjes, misschien cobblestone of zo, voor. Van het pad wat hier loopt. En ja, ik denk dat het er best goed uitziet. Met die deuren erbij, dan is het in ieder geval niet meer helemaal overal hetzelfde. En hier kunnen we misschien nog ergens een raampje toevoegen.
Waar je dan via de tweede verdieping bij kunt of zo. Zeg maar, even kijken, misschien hier. Want de tweede verdieping, de vloer van de tweede verdieping komt zeg maar op dit niveau. En even kijken, daar gaan we nog iets vreemds mee doen. Misschien, nou, want ik wil zeg maar dat je, ik wil niet dat het gewoon simpelweg zo gaat, want dan wordt het wel heel erg krap hier. Misschien is dit überhaupt te laag, dus misschien kunnen we dan op dit niveau doen. Maar ik wil dus in ieder geval dat je ongeveer de helft hebt, of misschien iets meer. Dus dan draait het hier een beetje met de trap mee, zeg maar. Dus dit gaan we misschien ook niet van kwart doen, maar ik wil het heel even laten zien aan jullie. Even kijken, en dit nu. Ik wil die random vorm wel houden, maar misschien is het toch beter als het symmetrisch is. Dus misschien meer zoiets, dat je de tweede verdieping nog wel kan zien. Nou, ik denk eigenlijk nog wel iets kleiner. Even kijken. Misschien zoiets meer. Ja, dan moeten we dus nog even naar kijken. En dan moet dus nog ergens een trap. Want de tweede verdieping gaat niet super veel bevatten. En kijk, je kan natuurlijk hier nog langs lopen. Zeg maar. En dat komt dan wel goed dan, bij dat raampje, zeg maar. En er komen denk ik gewoon een paar ja, vitrines, zeg maar, met ja, taarten of wat dan ook. Gebakjes en zo. Van deze bakker. Dat is denk ik het enige wat erboven gaat komen. Het is wel een beetje jammer dat dit niveau zeg maar niet echt hetzelfde is. Dus misschien kunnen we hier gewoon een slab doen. Of een ster. Dat het zo naar beneden gaat. Want ja, dat is natuurlijk niet echt handig als je dit hebt. Want dan moet je springen. Het ziet er wat minder goed uit. Even kijken. Dus misschien kan je dit doen. Maar dan hebben we weer een beetje een probleem bij dit raampje. Denk ik. Want dan is het niet meer echt op ooghoogte. Dat is natuurlijk niet echt handig voor een raam. Maar als we het raampje hier zouden doen. En dat gaan we denk ik wel doen. Zouden we dit doen. Dat is denk ik wel leuk. Ja, dat ga ik denk ik wel houden. Oké, maar ja, dus ik denk dat we het toch liever gewoon op ooghoogte willen. Want als je zo voor het raam staat, dan is dat natuurlijk niet zo heel logisch. Dus ik ga hier dat doen en dat lijkt me beter. Dus misschien gaan we daar nog wat doen. Dat je hier nog wel normaal op kan lopen. En even kijken, een beetje op dezelfde plek. Even kijken, we gaan hier naar beneden, zeg maar. Toch? Dat klopt, geloof ik. En wacht, nee, dit klopt niet echt. Maar ja, we hebben daar nog een blokje. Dus dat zou een beetje. Nu hebben we niet echt veel ruimte waar je op kan lopen bij de tweede verdieping. Maar dat is denk ik wel oké. En ik mag deze vorm eigenlijk wel, hoe dat hier loopt. Het is een beetje. Het is niet echt je standaard tweede verdieping, zeg maar. Ik vind het ook wel handig dat je vanaf de eerste verdieping naar boven kan kijken. Oké, laten we ook wat met het licht gaan doen. Misschien kunnen we een soort van kandelaar. Ik denk niet dat het echt gaat lukken, maar in ieder geval een hangend licht met wat glowstone. Kijken, dus het midden is. We hebben geen midden, want we hebben een even getal gebruikt. Dus nu kom ik er toch achter dat ik toch beter een even getal had kunnen gebruiken. Ik dacht van het is een muffin, wat maakt het uit? Maar blijkbaar is het toch wel belangrijk. Dus we kunnen een ja, grote kandelaar maken, zeg maar van 2 bij 2. Of we kunnen zeg maar twee kleinere maken. Even kijken hoe een grotere kandelaar eruit ziet. Dus het wordt misschien ook niet echt een kandelaar eigenlijk. Maar even kijken, als we hier drie blokjes naar beneden gaan, willen we misschien nog wel iets doen zodat de vorm wat minder saai wordt. En misschien ook gaan we ook nog wel wat anders gebruiken dan fences. Misschien iron bars of cobblestone walls, ik weet niet. En dan, je zou het zo weer naar buiten kunnen laten lopen dat je zoiets hebt misschien. Even kijken. Laten we even proberen of we hier iets mee kunnen. Misschien wordt dit wel niks. Dat zeg ik geloof ik echt van alles wat ik bouw. Oké, zo. En ja, dit komt wel erg dicht bij je hoofd, zeg maar, waar je loopt. En blokkeert ook een beetje het zicht. Ja, dus dat is. Dit is gewoon te groot. Dus is het misschien beter om twee kleintjes te hebben. Dus die zouden we dan. Even kijken, daar. Even kijken, hier heb je dan het midden van. Nou, ik kan het een beetje moeilijk zien. Even kijken, nou. Dit gaat niet zo makkelijk. Maar hier heeft dus het. Zeg maar het midden in. Ja, 2 bij 2 blokjes dan. Even kijken, ik ga dit even weghalen. Zo. En dan gaan we bijvoorbeeld daar eentje doen. En daar eentje. En we kunnen natuurlijk ook gewoon op een random plek doen. Misschien is dat ook nog wel handig. In plaats van dat we nu kijken of we het nog een beetje in het midden kunnen doen. Maar dit gaat misschien ook wel. Even kijken. En
Oké, dat klopt niet. Maar ik denk dat het wel oké is. Ik had liever gewoon een enkel beetje closen. Dus misschien kunnen we dit nog proberen. Eentje een beetje aan de ene kant en eentje aan de andere kant. Of we kunnen gewoon op helemaal random plekken doen. Dat is misschien nog beter. Oké, maar dat zal weer zo ongeveer alles voor deze episode. We hebben deze muffin in ieder geval bijna afgekregen. Daar kunnen we later weer mee verder gaan. Nog wat aan het interieur doen. En misschien ook nog wat verlichting toevoegen. En we hadden hier geëxperimenteerd met wat paasgebouwtjes. Maar dat viel helemaal in het water. Dus ja, dat ging echt niet goed, vond ik tenminste. Maar ja, we zijn hier in ieder geval nog wel een klein leuk projectje begonnen. We moeten natuurlijk ook nog wel een trap maken. En moeten we natuurlijk nog ergens tussen proppen. Dus ik weet niet hoe ik dat ga doen. En misschien wordt het ook wel gewoon een ladder. Omdat dat een stuk minder ruimte inneemt. En we gaan ook nog iets met deze lampen doen. Maar ja, dat was echt alles voor nu. Tot de volgende episode.